En die vroegen, kom eens een keer in Hilversum langs om een bakje koffie te doen. Ja. Nee, heb je ja kun je krijgen, dus ik ben de auto ingestapt, ik ben er naartoe gegaan. Zou ik ook doen. Ja, en die zat er, hey. Dan zeg je geen nee tegen. Nee, absoluut. Ja. En bakje gedaan en het nummer laten horen. Toen zei ze, je ziet zitten om het nummer op te gaan nemen, want ze vinden het echt een te gek nummer. Ja, en toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen is het jouw allereerste single? Ja, het is mijn debuutsingle. Nou moet ik eerlijk zeggen, Jeroen. Nou zie ik jou zo zitten, ik had jou al wat eerder fotootjes gezien. Maar ja... Nou moet je me vergeven hoor, als ik het eerlijk zeg. Maar je bent me nou niet echt een type om echt een Nederlandstalig liedje te gaan zitten zingen. Ik had jou eerder gezien in een echte heavy rockband. Nou zit in mijn orkestband wel een heel klein beetje rock. Hoor. Een beetje van de Dijk heb ik ook wel een nummer erin zitten. Maar ja, ik hoor het wel vaker, ja, inderdaad. Ja. Waarom kies je dan toch voor zo'n prachtig, keurig, Nederlands, keurig, braaf liedje? Ja, om het zomaar eens te zeggen. Ja, dat is de muziek die ik zelf schrijf. Ik bedoel, Engels kan ik. Ik spreek net zo goed Engels als jij Zweeds. Dus ik bedoel, zover komen we. Jij spreekt geen Zweeds? Nee, helemaal niet. Nee? Ja, skol. Dat is een van de weinige woorden die je kent. Nee, ja, ik ken twee woordjes Noors. Goedak. 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 Dat is goedendag. Goedendag. Ja. Nou, goedak. Ja. Nee, dit zijn de nummers die ik schrijf. Het is een beetje de muziek die bij me past. Een beetje nederpop. Een beetje op tempo. Ja, en nogmaals, nooit met de intentie om... om daar professioneel wat mee te gaan doen. En die kans heb ik gekregen en met beide handen aangepakt. En ik vind het tot de dag van vandaag fantastisch om te doen. Ja. En is nou ook de bedoeling, jongen, dat je Nederlands braaf Nederlands blijft zingen? Of gaat er nou nog een keertje de beer in jou los en dat er zo'n geweldige rockplaat komt? Er is kans dat dat wel komen gaat. Het is op dit moment gewoon een beetje nederpop. Maar de rock, dat ligt me wel. En je weet het niet. Die kans is. Mijn volgende single die uitkomt in september is gaat meer naar een bellen toe. Dus ook waarschijnlijk iets wat je niet verwacht. Met wel een soort verrassingseffect erin, maar daar ga ik niet heel veel over zeggen. Dus dat komt in september, krijgen jullie dat vast te horen. En wat daarna komt, misschien een beetje rock, misschien een beetje hetzelfde als dit. Een bellen, dat is met een zangeres, een duet dus? Maar het is gewoon wat rustiger. Een wat rustiger nummer. We gaan naar de feestdagen toe die kant op, dus het wordt allemaal treuren. Ja, dus het is lekker vrolijk. Goed, maar ja. En een duet gaat er misschien ook wel aankomen. Met Lisa Berry. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, zou schitterend zijn. Ja. Zou je zeker zeggen, nee zeg je dan. Ik ga het een keer voorstellen. Ik heb het nog niet voorgesteld. Nee. Maar je hoopt van wel. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk als ik met Lisa, ik bedoel, ik denk dat als ik dat mag bereiken wat zij bereikt heeft in haar carrière, dan mag ik nog wel even op de tribune gaan staan. Ik denk als je de kans krijgt om daar ooit een duet mee te gaan doen. En dan zou het mooiste zijn als haar man Ton nog achter de drum zou gaan zitten. Ja, dan dat zou mooi zijn. Want dan ben je de koning te rijk, toch? Dan wel. Ja, die hebben de meest grote samengespeeld met Hazes. En, dat bedoel ik. Nee, maar goed. Laten we niet zo ver vooruit. Laten we eerst kijken hoe de tweede single gaat worden. Nou ben je al niet zo klein, maar dan groei je nog meer. Nee, ik wil gewoon lekker met mijn beide benen op de grond blijven staan. Ik ben blij wat er op dit moment gebeurt met Verliefd. En dat is eigenlijk voor mij al boven verwachting. Ik bedoel, ik maak er nog een grapje. Als het nummer 1 keer op de radio komt, dan ben ik al tevreden. En dan wordt hij al 6-7 weken op best wel veel regionale zenders wordt hij regelmatig gedraaid. Ja, ik heb hem heel vaak gehoord, toch, dit liedje. Ja, dat is al boven mijn verwachting. En ik ben wat ik er nu al mee bereikt, daar ben ik heel blij mee. Wat komt er over je heen, Jeroen, als je dit liedje zo vaak hoort? En je krijgt van omstanders te horen van God, Jeroen van Broekhoven, Verliefd. Wie is die gozer? Want we hebben van jou uiteindelijk nog nooit niks gehoord als je eerste single is. Maar hoe komt dat dan allemaal tot over je heen? Want je bent in één keer een BN'er, hè? Nou, wat het gekke is, mensen om je heen die weten natuurlijk wel dat je muziek maakt. En dat was gewoon akoestisch met mijn gitaar erbij. En dan in één keer, dan zien ze een clip voorbij komen, dan horen ze het op de radio. Ze zien op Facebook natuurlijk heel veel voorbij komen. En dan krijgen we heel veel positieve reacties. En het is vooral heel druk. Ik bedoel, ik werk gewoon fulltime. En dan daarbuiten ben je nu met je promotietour bezig. En al aandacht. Het is druk, maar wel heel erg leuk. En vooral de reacties van de mensen zijn heel leuk. Is het dan te combineren dan? Want je werkt overdag ook nog bij dan, gewoon voor de boterham. Combineer je dat dan nog? Ik werk onregelmatig. Dus vroege diensten, late diensten, nachtdiensten. En ik heb gewoon de plug aan mijn werkschema gegeven. Joh, die dagen werk ik. En plan het er maar omheen. En dat zijn soms wel lange dagen. Als ik een late dienst werk tot 11 uur, zit ik soms ochtends om 9 uur in de auto om
ja, om wat, naar wat stations eraan om te promoten en daarna door met werken. Dan is om 12 uur 's avonds thuis. Ja. Hou je dan je oogjes wel open? Oh ja, dat lukt me wel. Ik ben nogal druk van mezelf en ik heb veel energie, dus dat... ADHD. Ja. Toch wel. Ja. Maar goed Jeroen, laten we eerst even luisteren naar dat liedje van jou, Verliefd. En dan kunnen we verder doorpraten hoe dat het allemaal verder ontstaan is, dat liedje. Want ja, dat ontstaat niet zomaar. Dat ontstaat niet zomaar. Nee. Jeroen van Broekhoven en Verliefd.